Mijn naam is Piet Verleijhorst. Ik ben de meesterdistillateur van Lucas Bols. Lucas Bols is werelds oudste gedistilleerd merk, sinds 1575 gevestigd in Amsterdam. In 1664 is Lucas Bols begonnen met de productie van jenever. Jenever is een product waarin graanjenever zit, moutwijn als meest bijzondere component, omdat de moutwijn de enige ingrediënt is in jenever die in geen enkel ander gedistilleerd product gebruikt wordt. Uiteraard, we praten over jenever, zit er een jeneverbesdestillaat in. Er zit een destillaat in van kruiden en of specerijen. En in de Bols jenever zit een heel bijzondere ingrediënt die jarenlang door distillateurs niet meer gebruikt is en die wij, Lucas Bols, weer opnieuw geïntroduceerd hebben in een uniek product met een basisrecept uit 1820 en wat we weer opnieuw in de markt geïntroduceerd hebben. Het unieke van de Bols jenever is dat niet een paar procent moutwijn in de receptuur zit, maar meer dan 60% van de totale product is moutwijn. Jenever is gelukkig beschermd en mag alleen gemaakt worden in Nederland, België en enkele omliggende provincies. Het is op dezelfde manier beschermd als whisky en cognac en dat heet een zogenaamde appellation origine contrôlée. We staan hier voor een destillatiekolom. Deze kolom werd in 1820 door Bols als een van de eerste in de wereld gebruikt om een revolutionaire destillatievoorsprong te krijgen bij de productie van moutwijn. Hier wordt een beslag in deze kolom gepompt en door de verschillende temperaturen in de kolom ontstaat er een scheiding tussen de waterige delen en de alcoholische delen. De waterige delen zie je hier naar beneden lopen. De alcoholische delen zie je niet, maar die gaan als damp over de kolom heen. Door middel van de kolomdestillatie was Bols in staat om een revolutionaire jeneverreceptuur te maken. Bijzonder is dat ik de receptuur hier heb. In dit boekje van 1820, overgeleverd van meesterdistillateur op meesterdistillateur, staat deze receptuur beschreven. Bijzonder aan deze receptuur is een subtiele balans tussen graanalcohol, moutwijn, jeneverbestillaat en een kruidendestillaat. Deze receptuur is door het huidige Lucas Bols in 2008 opnieuw geïntroduceerd. En dat is dit product geworden. En waarom Bols jenever? Omdat onze voorvaderen ook zo beschreven hebben. In dit boekje staat jenever met een G. Dit is de jeneverbesketel. Hoe maken we nou zo'n jeneverbesdestillaat? Dat gebeurt in deze ketel. Deze ketel die wordt gevuld met moutwijn en daar gaat een zak met jeneverbes in. Die jeneverbes die weekt in die moutwijn. De etherische olie, de smaakgevende componenten in de jeneverbes, lossen op in de moutwijn. Omdat het jenever is, zit er jeneverbes in. Dat draagt erbij aan de fris-fruitige smaak van Bols jenever, maar zeer subtiel. Verder is een onderdeel van de Bols jenever receptuur een kruidendestillaat. In het kruidendestillaat vinden we anijs, we vinden zoethout, we vinden koriander, we vinden angelica. En dat mengsel van kruiden wordt op dezelfde wijze gedestilleerd als met jeneverbes. Dus de ketel wordt gevuld met moutwijn. We stoppen een zak met kruiden in de ketel. Het wordt geweekt en het wordt gedestilleerd doordat we een kruidendestillaat gehad hebben. Als laatste onderdeel van de Bols jenever receptuur hebben we het destillaat van onze geheime ingrediënt. Deze geheime ingrediënt heb ik in de oude receptenboekjes gevonden. En die is
eeuwenlang niet gebruikt door meesterdistillateurs. Maar ik heb hem weer teruggebracht in de Bolgenieve receptuur, omdat hij juist dat spannende twinkelende op de tong geeft. Ik ruik brood, graan, een subtiel vleugje jeneverbes en ik ruik iets fruitigs, iets fris fruitigs. Nu proeven. Dan krijg ik een volle, moutige smaak die aan whisky doet denken. En tegelijkertijd zit er iets fris, fruitigs in de smaak. In de nasmaak is het product sprankelend en twinkelend op de tong. Die twinkeling die komt van dat geheime ingrediënt. En dat daagt je eigenlijk uit om weer opnieuw te kijken, wat is dat nou eigenlijk? Nou, je zult het nooit vinden, want dat is nou het geheime ingrediënt.